Het is nu 75 jaar geleden dat As bevrijd werd door de Amerikanen. Hotel Mardaga was tijdens de oorlogsperiode het hoofdkwartier van de Duitsers. Enkele verzetsleden wilden meehelpen aan de bevrijding, maar dat liep jammerlijk genoeg verkeerd af. Ze werden gevangen genomen. Het naderend Amerikaans leger dwong de Duitsers Mardaga te verlaten. De Amerikaanse legerkolommen bereikten Mardaga en de soldaten werden blij ontvangen door de bewoners van As. De Amerikanen vernamen dat de Duitsers zich hadden verzameld aan de kerk, waarop ze zich naar die plaats begaven. Het kerkplein werd hard gevochten en vielen er een aantal doden en gewonden. Ja, dat is een beetje een
De overgebleven Duitsers namen nog een oma met haar kleindochter als gijzelaars. De burgemeester en de pastoor beloofden de Duitsers dat ze zouden onderhandelen met de Amerikanen als ze de gijzelaars lieten gaan. De Amerikanen reden triomfantelijk doorheen as, alhoewel de oorlog voor hen nog lang niet gedaan was.